Ja, we zijn live op de Miepin. Dit is dag 3, waarbij het altijd geweldig is om leden van de sociëteit te spreken. Die ook allebei vertegenwoordigd waren op het diner van gisteren op de Bouwelie. Ja, dan blijft die glimlach op mijn gezicht staan. Hebben jullie hetzelfde? Ja, dat blijft wel op ons gezicht staan. Zeker als we nu weer op een nieuwe dag over de Miepin lopen. Misschien even een kleine introductie vanuit jezelf, wie je bent en waarom jullie eigenlijk vandaag ook in Miepin zijn. Ja, mijn naam is Michiel Zwart. Ik ben van origine scheepsarchitect. Ik ken Willem-Jan al heel lang. Wij zijn ook zeilvrienden. Bezoek aan de Miepin is heel gericht, omdat wij ons nieuwe concept willen presenteren. En wij zijn op zoek naar steden die ons daarin willen supporten. En dat zijn met name Europese steden. Maar kan ook internationaal. Ja, en dezelfde vraag voor jou natuurlijk. Ja, ik ben Willem-Jan Landman. Sinds 2018 lid van Sociëteit Vastgoed. Eigenlijk toen ik mijn eigen bedrijf begon. Via een vriend eigenlijk die jullie kenden op een evenement beland. Over investeren in vastgoed. En dat sprak mij aan. En ook de mensen die daar rondliepen spraken mij aan. En zo ben ik eigenlijk daarbij verzeild geraakt. Ik ben zelf architect van achtergrond en professioneel zeiler. En ik ben mijn eigen bedrijf begonnen, het Willand. En dat is business development en conceptontwikkeling. En bij conceptontwikkeling heb ik Michiel betrokken. Gaaf. En als je het hebt over sociëteit, wat biedt de sociëteit jou als persoon en ook als professional? Allereerst biedt het heel veel gezelligheid, want het is een hele gezellige club. Maar daarnaast zijn het allemaal mensen met een extreem verschillende expertise. Echt uiteenlopend, van advocaat tot aan studentenhuisvesting, experts, ontwikkelaars, juristen, noem maar op. En dat is eigenlijk voor ons als een start-up is dat vreselijk interessant. Want daarmee kun je in contact komen met mensen die de juiste kennis hebben om ons te helpen bij het plan naar een hoger plan te tillen. En daarom zijn we, dat is eigenlijk de meest prominente reden om lid te worden van een sociëteit. Ja. En toch misschien als laatste vraag, wanneer is de Miepin voor jullie geslaagd? Wanneer we een gemeente, een stad enthousiast kunnen maken en een aantal hele gerichte vervolgafspraken kunnen maken. Nou, ik heb jullie gisteravond aan het diner ook uitvoerig mogen spreken. Inderdaad, die energie zit het... echt heel erg goed. Ik denk dat het ook twee mooie voorbeelden zijn. Enerzijds zakelijk, maar ook wat jij zelf zegt over de mensen van de sociëteit. Hoe we met elkaar in verbinding zijn. En hoe we ook nu op een internationaal speelveld te proberen om eigenlijk die successen te maken. Dus dank voor dit interview. Ja, heel graag gedaan. En vergeet niet om even op onze pagina te kijken. Circular Floating Districts. Hartelijk dank, Ron.